In een woning aan de Laurens-Kosterstraat in Schiedam-Oost is dinsdagochtend rond 17:15 brand uitgebroken. De vlammen waren achter de voordeur zichtbaar. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Wel heeft het pand flinke schade opgelopen door de rook en het vuur. De brand woedde in de vaatwasser die volledig is uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond.